Hallo allemaal, hier ben ik weer, Delilah Teunis. Welkom op mijn kanaal. Kom je voor het eerst op mijn kanaal, druk dan hier beneden op de knop op abonneren en mis geen enkele video meer van mij. Vergeet ook de notificatiebel niet aan te zetten, zodat je meldingen krijgt als ik een video upload. Jullie kunnen me tegenwoordig ook steunen door middel van een bedankje te sturen. Onderaan de video zie je een button bedankje staan en volg gewoon de instructies. Werkt dit nou niet via YouTube, dan heb ik een linkje in de reacties en in de beschrijving gezet. Dan kun je het op een andere manier doen. En ja, ik wil jullie enorm bedanken alvast. Jullie zijn echt mijn steun en toeverlaat, mijn liefde. En ik heb nooit gedacht dat ik zoveel liefde zou krijgen via YouTube. Het is echt, en dat ik zoveel liefde kan geven, is heel bijzonder. Nou, ik ga weer beginnen met de vraag en antwoord en de citaten van de meester van het Verre Oosten. Het is natuurlijk weer maandag. Ga ik met het eerste citaat beginnen. De mens brengt datgene voort waarop hij zijn geestesoog gericht houdt. Wanneer hij zich van God afkeert, kan hij lager zinken dan een dier. Nou, dat klopt precies. Dus als oorlog en als wreedheid en sadisme het doel is, dan zal je dat ook tevoorschijn brengen. Ja, dus dan zal diegene nog lager zinken dan een dier. Een dier heeft dat nog niet eens. Een dier leeft volgens zijn instinct. Ja, die zal nooit doden voor zijn plezier. Die zal doden omdat hij honger heeft. En, of omdat hij gevaar is. Of omdat hij eten zoekt, zeg maar. Maar je hebt trouwens wel dieren die ook, net als de wolf, kan wel gewoon dieren doodbijten. Maar het is ook vaak als zelfbescherming om te laten zien dat hij de baas is, zeg maar. En tenzij die het geleerd heeft gekregen. Hè, je hebt bepaalde honden ook bijvoorbeeld, hè, die gewoon paarden aanvallen of andere dieren aanvallen. Als je het geleerd krijgt, kijk ook de dieren die leren van de mens. Ja, dus als de mens een ego afroept op een dier, dan, of hij krijgt dat geleerd, dan gaat dat dier natuurlijk daarna handelen. Als hij dat geleerd krijgt, dat hij moet vechten omdat het als plezier is. Hè? Vechten, hanen vechten, honden vechten, dat heb jij natuurlijk allemaal. Dan zal hij dat ook gaan doen. Maar de mens zelf kan echt nog lager zinken dan de dier. En normaal gesproken, een dier zal nooit doden uit plezier, want hij weet dat hij de volgende zal zijn die gedood zal worden. Alles wat je dus geeft, krijg je op jezelf terug. Nou, dan gaan we naar citaat nummer 2. Wij kunnen moeilijkheden overwinnen door eenvoudig ons bewustzijn erboven te verheffen. En op deze wijze zijn wij in staat om alle begrenzingen die de mens in zijn sterfelijke bewustzijn zichzelf heeft opgelegd, te boven te komen. Wij kunnen moeilijkheden overwinnen door eenvoudig ons bewustzijn erboven te verheffen. Als je dus een probleem hebt, ja, dan werkt het ook soms wel eens om erboven te gaan. Ja, dus stel dat jij zweeft boven je lichaam of zweeft even met je gedachten en je kijkt op jezelf neer of op het probleem, dan kun je al heel eenvoudig ook dus de oplossing vinden. Ja, als je al in oplossingen denkt, dan zie je ook altijd oplossingen. Je hebt zo'n gezegde, moet ik even kijken of ik hem nog uit mijn hoofd weet, maar er zijn mensen, ja, die voor elke moeilijkheid, voor elk probleem een oplossing vinden, maar er zijn ook mensen die voor elke oplossing een probleem vinden. Ja, dus het is ook maar net hoe jouw mindset is. Dus als jij iemand bent, een doemdenker bent, dan maakt niet uit met welke oplossing je allemaal zal gaan komen. Je zal er altijd een probleem voor vinden. Ja, altijd beren op de weg zien, hè, zoals ze dat zeggen. En je hebt ook mensen die altijd oplossingsdenkend zijn. Dus als jij er dus jezelf boven even heft, dan zul je altijd oplossingen vinden. Of dan is die oplossing er al en is het probleem eigenlijk al verdwenen. Dus dat is eigenlijk wat ze bedoelen met een mindset. Hè. Als je je gedachten al boven verheft, dan zal er altijd een oplossing zijn. Nou, dan gaan we naar de vragen en antwoorden. Vraag. Ik ken een dokter die 7 of 8 jaar doorbracht in India. Toen hij terugkwam, daagde hij de provinciale artsenvereniging uit. Hij vroeg of ze hem hun reageerbuisjes met de kwaadaardigste tyfus en andere bacillen wilden geven. Hij dronk genoeg van de vloeistof om een klein leger om te brengen en het had geen enkel effect. Naderhand kwam ik erachter dat het een kwestie was van bewuste beheersing van de schildklier.
Blijkbaar beheerste hij het mechanisme van de immuniteit. Antwoord: ja. Het kan worden doorgetrokken tot immuniteit voor elke ziekte. De schildklier inderdaad. Ik heb al meerdere yogis ook gezien. Of van die mensen die inderdaad in het Verre Oosten bepaalde krachten hebben ontwikkeld. De schildklier hebben ontwikkeld. Dat ze bijvoorbeeld tegen giffen kunnen. Je kan zo gek niet bedenken wat ze dan eten. En het zal hun niet deren. En dat is dus als je dus je schildklier, dat is je regelaar. Ja, dat regelt ook je temperatuur. Het zorgt ervoor dat je het warm of koud hebt. En het kan dus ook zijn als die schildklier een beetje van slag is. Dan heb je het alleen maar warm, warm, warm. Of je hebt het ijs, koud. Of je zal veel sneller bepaalde infecties krijgen. Bepaald wat je eet misschien. Of daar gevoeliger voor zijn. Of allergieën, voedselintolerantie. Komt heel erg veel voor vanuit de schildklier. En die schildklier kunnen we trainen. Ik wil daar in een van de volgende video's wel heel graag op terugkomen. Hoe je die schildklier kan trainen. Ik ben dat zelf namelijk ook nog aan het uitzoeken. Ik heb het wel in dit boek gelezen. Dus ik zal dat stuk eens gaan opzoeken. En er zijn nog andere boeken over. Maar er is nog wel weinig over te vinden hoe je die schildklier kan trainen. En wat ik wel weet is dat je het met ademtechnieken dus doet. Hè. Wim Hof geeft daar ook bijvoorbeeld veel tips over. Ik weet niet of hij het specifiek over de schildklier heeft. Maar wel over ademtechnieken, hoe het immuniteit, hè, het immuunsysteem opwekt. Maar door middel van ademtechnieken, gedachtekrachten, kunnen wij dit dus beheersen. Nou, probeer het natuurlijk niet direct thuis. Eerst geen gif van dat soort dingen eten. Maar laten we eerst die training eens zien hoe we dat doen. En ik zou wel graag even, als jij iemand weet of iemand kent die dat kan of die dat kan beheersen, die wil ik heel graag interviewen. En dan heeft iedereen daar wat aan. Nou, dan gaan we naar de volgende vraag. Hoe beïnvloedt bewuste beheersing van de schildklier de zuurgraad? Die zo essentieel is om te beschermen tegen de effecten van bacteriën. Dus hoe beïnvloedt bewuste beheersing van de schildklier de zuurgraad? Nou, de zuurgraad is onze pH, hè? Onze pH-waarde. Dus het beïnvloedt dus onze zuurgraad. De zuurgraad, antwoord dus, de zuurgraad wordt in hoge mate beheerst door de bewuste beheersing van de schildklier. Deze kan zo geïnstrueerd en gestimuleerd worden dat hij de zuurgraad vrijwel geheel onder controle heeft. Aantal hindoes horen zeggen dat dit de reden is dat ze bacteriën in de hand kunnen houden. De zuurheid doodt ze eenvoudig. De schildklier wordt gestimuleerd door bepaalde oefeningen die men moet leren van iemand die bedreven is in dit onderricht. De methode die zij toepassen is stimulering van de schildklier. Tot die de vloeistof afgeeft in de hoeveelheid die het lichaam nodig heeft. Nou, hier hebben we eigenlijk al het antwoord op mijn vraag. Inderdaad, hoe doe je dat? Dus oké. Okay. De zuurgraad wordt in hoge mate beheerst door de bewuste beheersing van de schildklier. Ja, en de zuurgraad is dus onze pH. Hè? Onze pH-waarde kun je dus ook meten. Ook je urine heeft een pH-waarde van ongeveer 5 of 4. Dus die is zuur. Neutraal, pH-neutraal is ongeveer 7. 7,1, 7,4 is allemaal nog pH-neutraal. En dan heb je alkalisch. En dat is alles boven de 7,5. Zeg maar, hè? Dan gaan we tot en met 14. Alkalisch. Dat is dus helemaal niet zuur. Dus als we te alkalisch zijn, dan kan het natuurlijk weer zijn. Ja, moet ik eigenlijk even uitzoeken hoor, hoe dat is. Want als die zuurgraad, ik vraag me af of je dan alkalisch moet zijn. Of dat je juist zuur moet zijn. Want zuur, dat is die urine, zijn die afvalstoffen die er allemaal uitgaan. Maar alkalisch is dus juist heel zuiver, heel gezond weer. Ja, ook groentes en zo zijn heel alkalisch. Je hebt alkalische dieet bijvoorbeeld. Dus ik vraag me af, welke pH-waarde moet jouw schildklier gaan aanmaken? Dus je maakt een vloeistof aan, dus waarschijnlijk je slijm of iets maakt een bepaald, dus een zuurtegraad aan. Waardoor die bacteriën gelijk doodgaan. En ik neem aan dat die bacteriën doodgaan door alkalisch te zijn. En niet door te zuur te zijn. Want ik weet als mensen dus verzuurd raken, daar komt het woord ook weer vandaan. Je bent verzuurd. Dan zijn ze dus ziek. Ja, voelen ze zich niet lekker.
Dus als die ook aan, aan je urine kunnen ze dus ook zien als je een ontsteking hebt. Dan is die dus te zuur. Dat is interessant. Dan moet ik eens eventjes... misschien komt hier het antwoord. Even kijken. Dus de zuurgraad wordt in hoge mate beheerst door de bewuste beheersing van de schildklier. Deze kan zo geïnstrueerd en gestimuleerd worden dat hij de zuurgraad vrijwel geheel onder controle heeft. Ik heb een aantal hindoes horen zeggen dat dit de reden is dat ze bacteriën in de hand kunnen houden. De zuurheid doodt ze eenvoudig. De schildklier wordt gestimuleerd door bepaalde oefeningen die men moet leren van iemand die bedreven is in dit onderricht. Ik ga dus even op onderzoek uit. De methode die zij toepassen is stimulering van de schildklier. Tot die de vloeistof afgeeft in de hoeveelheid die het lichaam nodig heeft. Oké. Okay. Ze geeft de vloeistof af. Ah, interessant hè? Vraag. Hebben de bijschildklieren enige nut? Antwoord. Ja, de bijschildklieren vormen een zeer belangrijk ondersteunend orgaan. Ze beheersen de calcium- en de kalkhuishouding. Ze kunnen gestimuleerd worden, waardoor elk moment calcium in het systeem gebracht kan worden, om een nieuw gebit te vormen. Mooi hè, want echt, ik ga echt eens even kijken, ook in Duitsland zijn dus mensen die hun tanden kunnen laten groeien. Ja? Dus die zijn een tand kwijt en die hebben hun eigen kiezen weer laten aangroeien, gewoon een volwassen kies. En die bestaan, dus hier zegt ze het ook, de bijschildklieren zorgen er dus voor... Voor het beheersen van de calcium- en de kalkhuishouding. Ja, ze kunnen dus gestimuleerd worden, waardoor elk moment calcium in het systeem gebracht kan worden om een nieuw gebit te vormen. Het is al heel bijzonder toch, dat je je melktandjes kwijtraakt en dat je al nieuwe kiezen eronder hebt zitten. Ik bedoel, als dat al mogelijk is, zou je gewoon opnieuw een nieuwe kies kunnen maken. Waarom kan het maar één keer? He, je hebt ook bijvoorbeeld haaien, die hebben ook zoveel tanden achter elkaar. Of die groeien ook elke keer weer een nieuwe kies aan. Wij zijn... hoger dan het bewustzijn van de dieren. Hè? Dus wij kunnen veel meer dan zij. Nogmaals, het heeft niks met dat de dier niks is. Of dat zeg ik niet. Ik zeg alleen het bewustzijn. Wij hebben de vrije wil gekregen. Oké, vraag. Hoe worden ze gestimuleerd? Heel goed. Antwoord. Waar het bij hun stimulering om gaat, is concentratie op de schildklier. Middels een spirituele invloed... En dat is precies waar we het over hebben. Vraag. Kunt u dat toespitsen op oxidatie en beheersing van de ademhaling? Antwoord. Bij de ademhaling horen ook spirituele oefeningen. Dat wil zeggen, oefenen van het denken door spirituele toewijding. Dat is precies wat ik ook net zeg. Als je ademhaalt, denk daar ook bij dat je intelligentie inademt. Dat je de substantie inademt, dat je... de geesteswereld inhaalt, heb de gedachte erbij. Dat is dus spiritueel. Spirit is geestelijk. Dus ermee bezig zijn wat je inademt. Ja, dus je concentratie zit erop. Dus ook dus de oefeningen, spirituele toewijding. Dus geestelijke gedachteoefeningen samen met de schildklier. De concentratie. Vraag. Is er geen duidelijke verbinding te leggen tussen ademhaling en de werking van de schildklier? En ook oxidatie door middel van houdings- en ademhalingsoefeningen. Inderdaad, dus heeft die ademhalingsoefeningen ermee te maken dat je de schildklier kan trainen? Antwoord, ja. Dat is de reden waarom houdings- en ademhalingsoefeningen worden aangeboden. Om zo alle activiteit van het lichaam onder een spirituele invloed te brengen. Geen enkele leraar zal deze oefening echter zonder spirituele activiteit aanbieden. Zonder het spirituele denken te activeren. Veel mensen kunnen de spirituele activiteiten vrijwel meteen ontplooien en actief gebruiken vanwege een speciale invloed die uitgeoefend is. Het heeft dus geen nut om met je schildklier bezig te zijn of daarop te concentreren als je dus niet... spiritueel, je geestelijke gedachtes, dus wat jij wil, dus als jij aangeeft dat jij dus... denk aan die schildklieren en doe die oefeningen en die ademtechnieken met de gedachte dat jij alle bacteriën wilt tegengaan, zeg maar. Dan pas zou het die functie kunnen hebben, want dan geef je het opdracht. Doe je dat zonder enige gedachte, dan zou je je schildklier in verwarring kunnen brengen. Zou je het zelfs van slag kunnen brengen. Ja? Dus het is wel belangrijk dat je het dus met de juiste gedachte, dus dat is jouw stuur, nou, jij bent de kapitein, zoals jij stuurt met je gedachten,
Wat jij wilt, geef je het opdracht. Dat is een bevel. Ja, je geeft een bevel uit aan je lijf. Vraag: hoe zit het met de bijnieren? Antwoord: de bijnieren hebben te maken met de bloeddruk. De schildklier beheerst de rest. De schildklier wordt geregeld door de hypofyse. Hier zit die boven. En die weer door de pijnappelklier. Zit ook hierboven. Daarom moet men als een klein kind worden. Bij lijkschouwingen blijkt de pijnappelklier vaak grotendeels is weggekwijnd. In die gevallen zijn we gescheiden geraakt van het Koninkrijk der Hemelen. De pijnappelklier is het hoofdcentrum voor de regulering van alle endocrine klieren. De meester, de ik ben van het fysieke lichaam. Nou, daar heb ik dus al mijn video's ook gemaakt. En hoe interessant is dit? Dat ook dit heel duidelijk erin staat. En dat je het steeds duidelijker leest en ziet. En inderdaad, dus je moet weer worden als een kind. En dat is niet dat je kinds moet worden. Dat is heel wat anders. Je ziet de kinds. Dan word je kinds, dan word je naïef. Dan word je, weet ik veel, dan krijg je... kind is ook niet goed. Nee, je moet weer worden als een kind. Ja, dus weer de vreugde, de plezier zien, het stressloze leven, het verheugen op dingen, weer naar dingen uitkijken. Dat is heel leuk als ik, ik doe vaak altijd rollenspellen met Heden en als ik dan zijn kleine zusje speel, dan voel ik me ook weer dat kind. En dan ben ik ook weer dat kind. En dan heb ik ook echt in alles zin. Als je die moeder speelt, heb je soms geen zin in bepaalde dingen. Het is echt zo. Als hij met, weet ik veel, met schuim wil spelen. Of dan denk je, ach, moet ik weer alles opruimen? Of heb ik er geen zin in? Maar als ik dat kleine meisje speel, dan heb ik wel zin om met schuim te spelen. En heb ik wel zin om er een zooitje van te maken. Dan denk je niet eens over na om een zooitje te maken. Dan wil je gewoon even op dat moment dat spelen. Ja, of dan heb ik wel zin om in verstoppertje te spelen. Dan denk ik, ach, moet ik weer rennen? Word ik weer moe? Weet je wel, als je, het is echt die rol die je overneemt. Als jij je weer voelt als dat kind, heb je weer zin om te rennen. Heb je zin om te springtouwen? Heb je zin om naar springkussens te gaan? Heb je weer zin in wat de natuur je allemaal te bieden hebt? En hoe leuk dat ook allemaal is. Maar als je die moeder speelt, of die vader, of die volwassen... dan wil je zitten. Heb je geen zin? Heb je nog zoveel in je hoofd? Je vergeet te bewegen. De lol erin in dingen. Ja, dat is zo belangrijk. Nou, even kijken. Vraag. We spreken enkele van de grote meesters dit onderwerp. De verbeterde werking van de endocrine klieren. Niet vanuit het gezichtspunt van prana en ademhaling. Antwoord. Hun zienswijze is dat als men prana aanvaardt, men de spirituele invloeden aanvaardt. Ze beschouwen spirituele invloeden als de belangrijkste activiteit en activerende factor. Ze beweren dat die de gedachten aan jeugd activeren. De hypofyse en de pijnappelklier beginnen dan onmiddellijk te werken. Mooi. Dus prana. Prana, voor wie nog niet weet wat prana is. Prana is wat voedsel of wat voeding geeft aan planten. Ja? Dus prana is ook... Ik heb een interview toen gedaan, kunnen jullie nog terugzien, met een Britarian. Bert Pilot heet hij. En hij had geloof ik al 20, 30 jaar, misschien wel 40 jaar niet. Ik weet het even niet eens meer uit mijn hoofd. Het is al een tijdje geleden. Het is maar 2 jaar geleden. Maar die leefde dus volledig van het licht. En dat licht noemen ze prana. Ja, dus het is niet alleen maar zonlicht. Nee, het licht zit overal om ons heen. Het is prana. Dat is onze voeding, onze zuurstof. Dus ook daar weer, als jij dus ademhaalt en jij denkt aan die prana, aan die substantie die voeding geeft, het licht wat ons allemaal doet laten groeien en dat ons succes geeft en schoonheid geeft en wat een plantje laat groeien. Ja, dat is niet alleen maar water, nee, dat is ook zonlicht, dat is licht. Ja, en niet alleen die zon dus, nee, die zon die zit in ons, die heeft ons gemaakt. En die ademen, we kunnen we inademen. Als dus ook daar weer het stuur, ja, jij bent de kapitein, het stuur, de aandacht gevestigd wordt op prana en je haalt adem. Ja, en dan... Ja, dus je gaat nu anders ademhalen, dus niet volgens je neus, maar je haalt adem door middel van in te ademen.
dat jij die prana opeet. Ja? Dus je eet hem. Dan zul je al merken dat je gevuld raakt. Oefen dat maar eens. Dus je hebt zoveel verschillende mogelijkheden van ademhaling. Maar het is echt letterlijk je aandacht vestigen op die prana. Ja, dus je gaat al eten. Prana-ademhaling noemen ze dat. Dus prana zorgt ook dus voor jeugd. Jeugdig worden. Jonge gedachtes. En er zijn heel veel mensen die breatharian zijn. Sommigen doen het alleen maar. Kijk, Bert Pilot deed het omdat hij gewoon niet van eten hield. Ja, hij hield niet zo van eten. Als kind al niet. Dus dat is al een hele andere beweegreden waarom je breatharian bent of wordt. Dan als je dat spiritueel al echt doet. Dat je het doet om jezelf te verjongen. En dat betekent niet dat je dus niet meer mag eten. Nee, eten is ook een geschenk. Dat mag ook. Alleen, je moet niet meer afhankelijk worden van eten. Dus stel dat je geen zin hebt om een week lang niet te eten, dan moet dat gewoon kunnen. Snap je? Want tijd bestaat niet. Ja? Dus als jij dus dan die ademhaling doet, je eet dus wel, maar je eet van het licht. Maar je eet niet meer een appel bijvoorbeeld, of een aardappel, of fysiek eten, maar je eet fysiek prana. Want jij kan hem zien. Als je ermee bezig bent, kan jij die prana zien. En dat is voeding, dat is licht. Ja, je eet hem. En je opent je poriën. Je opent en je ademt het niet alleen maar in via de mond. Je ademt het ook met je hele lichaam en je substantie. En dat heeft dus een verjongende werking. Als je het dus op de juiste manier gebruikt. Ja, niet alleen maar gebruikt omdat je niet wil eten. Nee, je gebruikt het ook om je te verjongen. Vraag. Leidt u hier niet uit af dat Jezus zijn discipelen beslist dit systeem om aan de endocrine klieren te werken? Geleerd had. Antwoord, ja. Door middel van de christelijke methode die liefde in actie is. Hij kon al snel zeggen dat als men als een klein kind zou worden, men het koninkrijk de hemelen zou binnengaan. Weer, klein kind. Ja, die vrolijk en vreugdevol niet aarzelt. Vraag. Worden deze materiële wetenschappers die de moderne wonderen van de biochemie ontdekken geïnspireerd door de meesters? Antwoord, ja. Het werk wordt via deze mensen ten voordele van de mensheid verspreid. Mooi hè? Nou lieve mensen, bedankt weer voor het kijken. We zijn weer bij het einde aanbeland. En ik kom natuurlijk volgende week weer terug met de volgende citaten en vragen en antwoorden. Want er is zoveel moois. Nou, ik hou van jullie. Heel veel liefde en succes. Doei!